Goedemorgen beste kijkers. Het is vandaag 7 januari 2017. Het heeft vannacht gesneeuwd. En we zijn in Bergen-Bosch. En jullie denken, ja, in Bergen-Bosch, ja. En waarom we hier weer in Bergen-Bosch zijn, is de reden omdat, denk ik, hier wel heel mooi film is. Zoals je ziet. Het is toch wel mooi, hè? Die sneeuw op die bomen. Huh? Let me niet een beetje op mijn stem, hoor. Ik ben een beetje verkouden, maar het trekt er maar niet te veel van aan, hè. Maar het is wel mooi zo. Kijk, zie je daar de fontein, hè? Het meer is bevroren. Zoals jullie zien, alleen in het midden is het open, hè? Ja, maar dat ga ik straks over jullie filmen, beste kijkers. Tot nu toe is het prachtig zo met de sneeuw, hè? En dat voor, ja, zoals ik net zei, het is 2017, net het nieuwe jaar. Het is 7 januari vandaag. Nou, dat is toch wel heel leuk eigenlijk, hè? Als de boel mooi wit is, is het helemaal niet erg, eigenlijk. Nee, is wel leuk. Nou, je ziet het, is mooi wit overal, hè? Zeker mooi. Sneeuw op de bladeren. Ja, dat is wel mooi zo, hè? Het is een compleet andere wereld. En je denkt, ja Jan, ga je er weer naar Bergen-Bosch? Ja, want ik denk dat het best wel een mooi gezicht is. Als het zo wit is. Het is wel mooi zo, hè? Het lijkt wel kerst, alleen dan anders. Nou ja, dit stukje kennen jullie nog wel, hè? Denk ik. Van mijn laatste filmpje van die uitkijktoren. Hier ook verderop. En ik dacht ja, laat ik maar eens gewoon een keer mijn GoPro meenemen. Ik had wel beloofd dat ik nog steeds voor jullie blijf filmen, dus dan doe ik dat ook gewoon. Ik zie hier weer die uitkijktoren weer, hè. Zoals je zag van vorig filmpje. Ja, helemaal goed. Nou, we staan hier boven op de toren, hè. Jullie zien het, hè? Het is mooi zo. Met al die sneeuw. Mooi wit. Zie je daar beneden, heb je dat park weer, hè? Het is hier spiegelglad, joh. Op dat hout. Daar word je niet blij van. Er staat ook een koude wind hierboven. Maar mij niet uit. Ik ben dik aangekleed, maar het heeft wel zo zijn charmes. Vinden jullie ook niet? Die bomen zo met die sneeuw, hè? Ja, ik weet, jullie hebben het al een keer gezien, maar ja, dit is toch ook wel leuk om een keer te filmen, natuurlijk. Nou, daar recht voor ons is de toren, hè. Zijn het uitgekomen. Nou, we gaan weer een stukje verder lopen. Steeds zo mooi, hè, hier. Is een keer wat anders, hè. Is wel leuk. Nou, hier recht voor ons heb je het klimbos, hè. Kan je er zomaar over touwen door de bomen. Het is steeds mooi wit hier, hè. Is prachtig zo. Is een keer wat anders, hè. Ja, hartstikke goed. Nou, als je Bergen-Bosch uitloopt, zeg maar, dan kom je hier bij de Apenhul terecht, hè. Hier is de ingang van de Apenhul. Ja. Daar heb je de kassa's aan de linkerkant zitten. En heb je daar de ingang, zeg maar. Maar de Apenhul is nu dicht. Het winterseizoen. Dus ja, voor de rest ja, dit een dikke pak sneeuw. Maar onder die sneeuw is gewoon een ijslaag. Dus je moet oppassen waar je loopt, anders heb je kanus. Nou, gelukkig, als je gewoon normaal loopt, gebeurt dat niet, hè. Nee, we zien het. Het is wel leuk zo eigenlijk, hè. Ja, dat is wel een keer wat anders, joh. Nou, hier staan we bij zo'n mooi riviertje. En dat stroomt hier helemaal naar beneden. Zo mooi zo, hè? Vinden jullie ook niet? Zie? Het hele park is helemaal mooi wit. Vooral leuk om te filmen natuurlijk. Zie je ook, hè? Het is wel mooi zo, die sneeuw, hè? Zie je, in de bomen zijn ook allemaal mooi wit. Ja, dat is een keer wat anders, hè? Nou, we staan nu op het volgende uitkijkpunt, hè? Waar zou ik eens beginnen hier? Zie je? Het is wel mooi, hè? Vinden jullie het ook niet? Zie je dat? Het hele meer is gewoon helemaal dicht gevroren door de kou.
Zo mooi om naar te kijken, vinden jullie ook niet? Hè? Het is een beetje het wintergevoel, hè? Vinden jullie ook niet? Ja. Zo mooi om te zien zo. Vanaf hier. Mooi uitzicht. Ja, we lopen hier even een mooi stukje. Hier een mooi stukje naar beneden. Hè. Zo mooi lopen. Hè? Huh? Mooi man. Een beetje sneeuw zo. Ja. Ik dacht, laat me een stukje filmen. Want van de week hadden ze over 8, 9 graden als ik het goed heb. Ja. Ik dacht, dan moet ik nu maar het moment pakken om. Om de camera maar eens aan te slingeren. En om even een nieuw filmpje te maken. Ja, het is een beetje glad. Ligt van die stenen. En je moet even heel goed kijken waar je moet lopen. Snijtjes. Ik zie jullie zo. Dit is dat fijne pad met al die stenen, zeg maar. Ja. Hieronder liggen gewoon keien. Zie maar, ik zal even het sneeuw. Hier was ook een stenen. Die zijn spiegelglad. Maar ja, we zijn weer veilig beneden. Dat is goed. Dan zie je dit. Dit pad kennen jullie nog wel, hè? Ja. Van mijn vorige filmpjes. In ieder geval van een filmpje van een tijd geleden dat we hier gelopen hebben. Ja. En hoe heet het? Heb ik het ook voor jullie gefilmd, hè? Ja, dat klopt. Ja, het is wel mooi lopen zo. Ik kan beter met het weer lekker tussenuit gaan. Dat is helemaal niet verkeerd, hè? Nee. Wat van thuis zit op de bank. Daar word ik een beetje slap van, zeg maar. Ik ben alleen maar moe. En nu lopen we hier zo recht tegen het meer aan. En dan gaan we hier zo meteen naar rechts, hè? Ja, dan gaat het helemaal goed komen. Ik kan ook naar links, maar ja, ik vind het leuker om naar rechts te gaan, hè? Zie, je kan ook zo lopen en dan ga je helemaal terug. Maar kan ik via, die kan lopen. En dan helemaal terug. Dus maar ja, dat gaat goed komen, snuitjes. Ik weet niet of het te zien valt, hè. Maar net ging we naar beneden, hè. Er staat een sneeuwpop. Zie je dat? Met een droevig gezichtje, hè? Snap ik ook wel, hè. Ja? Maar wel leuk gemaakt. Nou, daar heb je nog weer zo'n fontein, hè. Het water loopt hier achterlangs, zeg maar. Maar voor mij heb ik dat al een keer gefilmd voor jullie, hè. Nou, we lopen hier langs het meer op, hè. En dan ga je zo weer terug langs. Oké, we staan hier aan het meer, hè? Beneden. Het is wel hartstikke mooi hier om te lopen. Dan zie je, heb je die fontein, hè? Je hebt drie kleintjes. En dat loopt dus helemaal daar naartoe. Nou, je ziet het, hè? Daar hebben we gewoon van die ijspegels hangen. Ja, het is wel mooi om te zien, hoor. Ja, is wel leuk. Nou, we staan hier bij de fontein. En hier zitten allemaal eenden daar. Ik kom ook een en ander toe, maar kijk. Deze eend is echt de baas. Kom dan. Kom dan. Zie die eendje, denkt ik, bekijk hem maar met je camera. Hier, kijk, zie je, daar komt zijn vader aan, joh. Kijk eens, zie je, de hele familie komt eraan, man. Kijk. Kijk ze. Hey, jongens. Zie je? Komen ze aan, hoor, met z'n allen. Het lijkt wel een leger over het ijs heen. Kom dan. Ja, dat is een goeie. Ik had eigenlijk brood mee moeten nemen, snuitjes.
zie je, die ene zijn helemaal niet bang, joh. Zie je, daar komt hij aan, hoor, de baas. Kom dan, jongen. Kom dan. Kijk eens. Die komt echt dichtbij. Die denkt van te bekijken, maar. Zie je, daar komen de vrouwtjes aan. De achtermannetje en een vrouwtje. Kijk eens. Oké, okay, daar komt een vrouwtje aan. Mooie kleur, hè? Zie? Ze komen allemaal hier naartoe. Ze denken dat we eten hebben, maar ja, dat hebben we helaas niet. Het is een mooie kleur heeft deze. Oh, daar gaan ze. Dat zie je, de fontein staat ook weer mooi aan. Met deze kou. Kijk, zie. Dan gaan ze weer, hè. Ja, is wel leuk om te filmen, hè. Zoveel eenden bij elkaar. Nou ja, maakt er niks uit. Is wel leuk, joh. Hè? Dat zie je ook niet elke dag. Zoveel eenden bij elkaar. Ja, dan waren we een stukje verder. Nou, we staan nu onder het bekende tunneltje. Zie, Anno staat daar. Ik denk dat dat degene is die dit misschien wel eens ja, gemaakt heeft. Heel gek, hè? Het water bevriest hier helemaal niet, joh. Hieronder, heel krom. En hier staat weer, zie. 1937. Zal het jaar al zijn, denk ik, dat die... Dat die gebouwd is, denk ik. Huh? Nou, we lopen hier een stukje door het bos heen, hè. We gaan hier weer mooi omhoog. Dit heb je ook al een keer gezien. Maar niet met sneeuw. Want ik dacht, nou, dat moet ik filmen. Dat is wel leuk, joh, hè. Misschien deze boom ook, zie. Het lijkt wel een kerstboom, joh. Ja, dat is wel leuk. Om te filmen. Voor de verandering. Het is een keer het anders dat jullie een tour gaan met mij, hè. Ja. Ik vind het ook heel leuk om jullie te filmen, zoiets als dit. Ja, het is toch een beetje net of je in Oostenrijk loopt, hè, in de bergen. Maar het is helemaal niet zo. We zijn gewoon in Nederland, joh. Ja. Dat is ook wel een keer leuk. Ja, toch vergeet, gisteren was nog niks aan de hand. Ik word vanochtend wakker. Het is één witte wereld. Nou ja, maakt ook allemaal niks uit. Dat is ook wel leuk om te filmen. Nou, zie je, daar zijn we vandaag gekomen. Ja. Hartstikke mooi, man. Hè? Huh? Hier heb je een kleine platte grondje. Er staan een en ander waarop zien met nummers. Dan kun je hier zo kijken wat het allemaal is, hè. Zie je de routes die je kan lopen per kilometers. En dan heb je hier een stuk verhaal over het Klimbos. Wat ze hier ook hebben. En dan heb je hier een grote vijver. Dan heb je van alles en nog wat hier. Je ziet, het is akelig groot hier, zeg maar. Ja, dit gedeelte is allemaal bos. En dit gedeelte. En hier hebben we, zeg maar, wijn gelopen. En dan heb je hier de apen. Daar heb ik ook een vlog over gemaakt. Zoals jullie weten. Ja, je ziet, het is hier best wel mooi, hè. Die sneeuw over die tak heen. Ja, dat is wel leuk. Dan ziet hij ook wel mooi, hè. Zoals jullie zien, hè. Dat is wel leuk zo. Die winterperiode. Het heeft wel wat. Dat is
is wel leuk. Nou, we hebben een ander padje uitgekozen. Maar ja, wat zou ik zeggen? Er is helemaal één ijsbaan hier. Ja, we zijn nu onderweg naar huis, hè. Ja, helemaal goed. Nou, we lopen hier weer een stukje naar boven. Ik moet zeggen, er is nu al een koud windje is er ja, opgezet. Maar dat is helemaal niet erg. Het is wel een beetje fris, moet ik zeggen. Maar dat maakt niet uit, het is wel even lekker om er even lekker tussenuit te zijn. Even lekker lopen. Het is prima weer voor. Dus ja. Nou ja, ik hoop eigenlijk dat de lente ook weer gauw komt. Wordt in ieder geval weer lekker warm. Nou ja, maakt niet uit. Nou, snuitje, ik zeg bedankt voor het kijken maar weer naar deze video. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ik zou zeggen, tot de volgende video maar weer. Doei doei!